te gaan eten. Eetjes voor jou. Ben jij niet eetjes? Karen en Roderick die zijn nou pas onderweg. Dat heeft dus een hele... Dus ze komen één keer vanavond even langs. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer zaterdag 4 april en we leven om 13:50. Ik ben druk bezig om de camera, de GoPro nu leeg te halen. Deze is al leeg. Dit wordt het eerste filmpje weer. Nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe ronde. Karen en Roderick die zijn denk ik al onderweg, ik weet het niet. Ik heb nog niks van ze gehoord, nog niks van ze vernomen. Oké, ze moesten ook boodschappen doen, ze moesten dit doen, ze moesten dat doen. Ik weet niet, ze was al vanaf wel bij tijd wakker, want dat zag ik aan haar appje die ik had gekregen. Nou ja, het geeft mij mooi de tijd om de camera's te legen en om te eten en zo meteen Rijka uit te laten. Enkel de Rijka die vertikt het. Die heeft volgens mij niet een hapje gedaan. Die heeft hier er eten. Dus we gaan eventjes naar de toon te kijken of ze een keer kan lokken. Om te gaan eten. Eetjes voor jou. Ben je niet eetjes? Nee, er ligt geen pakje worst bij, hè? Nee. Oh, nou overwend. Maar ja, denk ik bij Frodo ook, weten jullie. Als ik zelf mijn brood ging klaarmaken, dan deed ik er altijd een plakje worst bij. En ook voor de katten even een stukje worst erbij. Dus ja, dat moet kunnen hoor, vind ik. Ze mogen best verwend worden, ja. Maar oké, ik zit ook gelijk tevens op de GoPro te letten hoe ver uit het balkje is. Dan is die ook klaar zo meteen. En dan kunnen we van de week weer met volle moed aan de gang. Ja, ik moet ook vandaag nog weer zien te renderen. En ik loop een beetje op achter. Ik geloof dat ik ook niet helemaal goed loop. Want ook met de dames, ik weet het niet. Ik geloof dat ik ook eentje ben vergeten. Maar er komt, YouTube is ook veranderd. We moesten overstappen naar een nieuwere versie. Oh, dan moet je alles weer leren. Vervelend is dat. Ja, dus... Als jullie een dag gemist hebben, of weet ik veel wat, of later. Want allemaal door dat nieuwe gedoe van YouTube. Ja, niet mijn fout hoor. Nee, moet je bij YouTube wezen. Als jullie daar klachten over hebben, ga je maar naar YouTube toe. En dan zeg je YouTube, jullie hadden het bij het oude moeten laten. Ja, simpel wat. Maar oké, ik ga hier even verder en ik zeg tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik zit weer net. We zijn net weer thuis van het lopen met Rijka. Ja, en ik ben een beetje de tijd weg geweest weer. Ik zal even naar de geschiedenis toe. Ik heb 2 kilometer en 76 gelopen. Ja, en nou, ik ben meer dan een uur weg geweest in ieder geval. Eeuwen mag niet met je nageltjes op de bank te scherpen. Foei! Meer dan een uur ben ik weg geweest. Enkel hoe ze dat allemaal kunnen bekijken, ik weet het niet. Oh ja, hier 1 uur, 4 minuten en 6 seconden ben ik weg geweest. Dus ja, ik heb het wel weer mijn best gedaan. Ik ben over de markt geweest. Nou ja, er staat natuurlijk veel minder dan normaal. Wat er staat, die houdt zich er allemaal keurig aan de houden, aan de wetten. Alleen de mensen zelf die nog lopen om je heen. Die houden nergens rekening mee. Ik ben zo kwaad geweest steeds. Hou afstand. Blijf van uit mijn buurt weg. 1,5 meter graag. Sloop een pannenaasje langs je heen. Ik krijg een lichte duw omdat hij tegen me aanliep. Nou, gebruik je verstand. Je ziet me sowieso lopen. Ja, en anders moet je niet zo ver veel met een ander in discussie gaan over weet ik veel wat. Maar hou afstand. Maar dat wordt niet gedaan, stelt je ezels. Nee, dat kan ik zo kwaad om worden, maar... Ja... Ja, nou, toch netjes hier.
Maar ik had al een keer 3 kilometer gelopen en nu 2,69. Dus. Verste in 1 uur. Oh, kijk, het verste in 1 uur. Nou, toppie toch? Ja, daar ben ik blij mee. Nou, dat gaat naar Karin toedelen. Hup. Oh, ze lekt. Nou ja, weet ik veel. Ja, goed zo. Delen. Had ik al gedaan, maar dan wil die weer niet. Ja, wat is app? En dan naar Karin toe. Voilà. Nou, dan moet ik ook nog naar Karin zelf toe, want die had mij onderweg al geappt. Dus dat ga ik ook even bekijken. En ik ga een bakje koffie maken, want ik heb dorst. En ik ga mijn vest uitdoen, want ik heb het warm. Dus, ik zeg het tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb mijn vest alweer dicht, want ik ga weer even met Rijka lopen. Die moeten we nodig eruit. Er wordt een vlog gerenderd, totdat hij zo meteen naar YouTube kan. Karin en Roderick, die zijn nou pas onderweg. Dat heeft dus een hele... Dus ze komen één keer vanavond even langs. Ik denk, nou, die komen een hele dag. Ja, tenminste een hele dag, vanmiddag al, weet je. Maar ze hebben ook boodschappen gedaan, ergens anders, weet ik wel waar. Bij zo'n budgetwinkel, dat je minder geld hoeft te betalen. Nou ja, die hebben we hier niet, ja, in een dorpje vlakbij. Maar daar ga ik niet helemaal naartoe, hoor. Nee, dat is voor boodschappen mij een beetje te ver weg. Als het dan voor de zomer is, dat het lekker warm is, dan zeg ik, ja, oké, ik ga er eens kijken. Hè, maar niet zomaar... Eventjes op de Bonnefoy erheen, want ja, misschien heeft die winkel wel niet alles wat jij moet hebben, toch? Ja. Maar oké, ik ga even lekker met Rijka lopen weer. En ja, dan zie ik jullie straks wel weer. Ja, ik kan ook niet te lang weg blijven. Ik denk dat ik dat ook niet doe. Het is wel prachtig mooi weer, hoor. Ja, het is nog steeds veel mooi weer. En ze staat weer in het raam, hè. Ja, de koekeloeren. Dus ja, en Kandel die zit buiten en die zit te miauwen van ik wil erin, maar ik denk ik laat je lekker buiten, Kees ook even lekker meelopen. Ja, toch, lekker genieten. En Ewen die zit hier te zeuren, die wil ook weer eten. Nou, die wacht maar tot zo meteen dat ik weer terug ben en dan gaat me ook inderdaad eten. En ik heb even een plantje die in de wc stond, geen echt plantje of zijde, die had ik ooit van mijn mannetje gehad. En die lag stof op de bladeren. Nou, die heb ik net eventjes onder de kraan gehad. Heb ik ooit van mijn mannetje gehad. Gewoon uit de gein, voor de lol. Gewoon iets leuks. En nou, denk ik, spoel hem even af. Want onder de stof, ja, dat vind ik vies. Kijk, dat die huishoudelijk hulp, dat behoort dat ook te zien. En die behoort dan desnoods even onder te dompelen onder de kraan. Hè, en dan ook op de kant neer te leggen. Maar ja, dat wordt niet gedaan, hè. Nee, en ik zie ook niet altijd alles, omdat ja, je gaat naar de wc om een platje te doen of je grote boodschap. En voor de rest, ja, het wordt voor je schoongehouden, schoongemaakt. En dan let je daar ook 1, 2, 3 niet op. Maar ja, dat wordt wel weer de tijd dat ik dat wel ga doen, want de tegeltjes ook, de randen, er bovenop komt ook stof op te leggen, dat moet ook schoon. Dus ja. Dan zal ik ook eens even opletten hoe en wat. En de buizen, nou, daar kan ik ook niet bij. Dat moet zij weer doen. Dus. Maar oké, het komt allemaal goed. Want ook daar staat wat, dat moet schoon. Dat moet ze maandag maar doen. Want ik erg maar de dood aan die stoel. Die is niet bruin meer, maar wit. Nou, daar kan ik ook zo niet bij. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en we spreken elkaar later wel weer. Ja toch? Ik zou zeggen, tot dan. Doei!